Nou, we gaan 125 gram zachte boter nemen. Nou, belangrijk is dat die boter zacht is, zodat we met een klopper goed kunnen kloppen. We gaan 75 gram gewone suiker er ook bij doen. We gaan ook 50 gram cassonade eraan toevoegen. En ook vanillestokje. Onze zaadjes halen we eruit. Deze kunnen er ook bij. We gaan er ook een snuifje zout bij doen. Nou, en als je boter nou een klein beetje te hard is, dan gaan we eventjes die pot een klein beetje bijwarmen. We gaan er ook twee eieren bij doen. En ook nog 150 gram bloem. En zo'n kattentongetje is typisch zo'n deeg als het gaat bakken dat het mooi uitloopt. Je blijft toch een klein beetje bollen aan de bovenkant. Ons beslag is klaar. Dan gaan we het in een plastic spuitzak doen. Ook weer echt zo'n lekker simpel receptje. Nou, je kunt er zelfs een taart mee versieren. Je kunt ze ook mooi in de chocolade doppen. Echt een leuk koekje. We nemen er een bakplaat bij. Nou, we spuiten lange staafjes. Nou, zorg ervoor dat je ze niet dicht tegen elkaar spuit. Ze gaan nog een klein beetje uitvloeien. Onze kattentongen zijn klaar om af te bakken in de oven. Nou, kattentongen kunnen de oven in gedurende 8 à 10 minuten op 200 graden. Nou, onze kattentongen zijn mooi gebakken. Aan de bovenkant klein beetje wit. En aan de zijkanten mooi bruin.